Dit is Bonshout. Bonshout. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt. Hoe het gaat, ja. Soms heb je leven niet altijd in de hand, weet je. Moet je dingen doen. En ik kan niet battelen en tracks maken tegelijk. Dat is een soort van, weet je, één is afbreken, ander is opbouwen. Dat is een beetje het ding. En ik moet eerlijk zijn dat ik ook gewoon wel comfortabel stond op die plek, toch? Weet je wel? Dus dit was ook niet echt een ding dat ik dacht van, ik moet nu. Of zo. Dat was ook een beetje, ja, je weet nooit hoe het loopt, maar het is al een jaar geleden nu. Dat is wel langer dan ik dacht. Nee, ik denk dat ik wel, het is juist flex of zo. Hij is weer vol. Want het ding is dat je gaat op een gegeven moment schrapen of zo in je creativiteit en zoeken en dit en dat. En nu heb ik er wel weer zin in of zo. Ik ben een tijdje flex geweest en nu kan ik weer mensen haten. Maar je moet niet te lang achter elkaar. Ik had natuurlijk vorig jaar gewoon back-to-back boys elk event gebattled. En dan merk je dat je gewoon naar alles en iedereen, weet je, ik ben nog nooit zo vaak boos geweest. Dat je gewoon zo, fuck hem, fuck dat, fuck die. Want je gaat dat bij iedereen doen. Je kan niet zeggen van, oh, ik ga alle kut dingen opzoeken over jou, maar ik ga aardig doen tegen jou, weet je wel. Dat kan gewoon niet. Je gaat dat ding meenemen in je dagelijks leven en dan word je fucked up. Wat het ding was vorig jaar met die single, is dat je gewoon, eigenlijk wat ik net al zeg, je kan niet muziek gaan maken als je in een battle modus bent. Tenminste, ik kan het niet. Misschien zijn er boys die een soort van makkelijk switchen, maar dat in mijn hoofd werkt het gewoon niet. Dus je gaat hele andere dingen doen dan dat je eigenlijk in muziek zou willen horen, weet je wel. Ook de boys die ik tof vind, dat zijn helemaal geen technische huppedepup MC's, weet je wel. Ik hou gewoon van boys die rijden op de beat. En ik moest dat echt even uitzetten. Gewoon niet moeilijk doen, al die moeilijk rijmen en er moet elke lijn moet een punchline zitten. Ik denk dat die grootste fout is geweest, weet je wel. Elke lijn moet een punchline hebben en moet dit hebben. En misschien ben ik ook wel gewoon in die val getrapt van wat mensen van je verwachten, weet je wel. Uiteindelijk ben je toch een soort van aapje die een trucje doet. En als mensen lachen, doe je het trucje nog een keer. En dat werkt gewoon niet op muziek. En wat je hoorde is gewoon een battle rapper die een battle aan het doen is op een beat. En je kan je afvragen of dat is wat je wil horen als je ochtends je Spotify aanzet of zo. Ik kan me voorstellen dat je dan niet zin hebt in iemand die de hele fucking wereld belachelijk aan het maken is of zo. Je wil gewoon een flex. Tenminste, ik wel, weet je wel. Ik zet liever een Hef of een Mokromaniac op dan Spiritual, Lyrical, Miracle, als ik door Rotterdam ga of zo, weet je wel. En dat moet je dan bij jezelf ook beseffen. Maar ik ben sowieso niet iemand die alles de eerste keer meteen goed doet, weet je wel? Dus dat is ook gewoon, je moet jezelf die fout gunnen, weet je wel? Vind ik. Of fout, whatever. Je doet iets voor de eerste keer, weet je wel? Je moet ook de eerste keer je eerste singeltje doen. En bij mij is het dan toevallig, omdat die battles zo gehyped zijn, dat ik niet de tijd heb gehad om dit on the low te kunnen doen, weet je wel? Boys hebben gewoon heel lang clipjes kunnen maken, niemand kijkt ernaar, niemand ziet het. En bij mij was het eerste ding gelijk, oh ja, we gaan dit allemaal nu beseffen zonder dat we beseffen waar hij staat of wat hij nog moet gaan leren, weet je wel. Ik denk dat die combinatie vervelend kan zijn, maar waar ik sta met mijn muziek is dat ik besef dat je soms een concept te lang vasthoudt. Ik heb heel lang een concept gehad van, ik ben best wel een Einzelganger en ik heb heel lang een concept gehad van, ik ben een eenling, dus die plaat gaat eenling heten. Ik ga alles zelf schrijven, ik ga alles zelf doen, dit moet allemaal ik zijn. En toen kwam ik gewoon boys tegen waar ik flex mee ben, weet je wel. Dus toen dacht ik ga het concept gewoon omdraaien. We hebben alles weggegooid, nieuwe beats gepakt, opnieuw begonnen. En op twee tracks na staan alleen maar featurings op die tape. Dus weet je wel, dat brengt natuurlijk andere dingen weer met zich mee, maar vooral goede vibes. En dit zijn boys, even kijken, wie staat erop? Keus staat erop, Sand staat erop, Terry staat erop, Jong uit Rotterdam, Corbeau staat erop. Boyet Capelle heeft alle beats gemaakt, dus het is echt een soort van groepsding geworden. Niet eens van mij per se, en daar ben ik wel blij mee ofzo, want je hoort gewoon dat we het naar ons zin hebben. En het zijn allemaal boys die stuk voor stuk misschien wel beter rappen dan ik. Dus dan ga je, weet je wel, ik ben liever niet de beste rapper van mijn groep, want dan kan ik niks leren. En dit zijn allemaal jongens dat ik een soort van, oh oké, wacht, laat me even iets schrijven, want weet je wel, en dat is ook een ding wat ik lang niet heb gehad. Wat heel prettig is.
wat ik ervaren heb, is dat ik op een voetstuk werd geplaatst waar ik niet wilde staan. En waar ik niet vind dat ik moet staan. En dat je er vervolgens weer afgetrapt wordt. En dan krijg je echt een soort van, hey, ik heb nooit gezegd dat ik de beste was. Ik heb nooit gezegd van, ik kan iedereen murderen. Ik heb nooit gezegd, ik hoef geen auditie te doen. Ik heb nooit gezegd, ik ga iedereen... ik ben te arrogant. Tuurlijk ben ik arrogant in die battle rap shit, maar dat moet ook, weet je wel. Maar daarnaast ben ik best wel humble en gewoon nog aan het uitvinden. Dus misschien had het leuk geweest als ik ook iets langer de tijd nog had gehad om dingen uit te zoeken. Maar ik merk dat het nu wel chill is of zo. Dat was mijn laatste battle tegen Crazy S. Was ook bewust checken van, ik kan meer dan alleen maar dat shock value dingetje of dat... hoewel mensen het ook wel overdrijven. Ik heb ook dingen gehad dat ik dacht van ja, dat is ook maar eruit halen wat je wil, weet je wel. Want niemand had het over die racistische shit tegen Insano toen ik die moederbars dropte. En toen ging ik daarna tegen Terry en toen was het, oh ja, wat gaat hij nu doen? Want die jongen is niet zwart. Wat gaat hij dan zeggen? Terwijl ik een soort van, ja, maar dat, je kan niet achteraf zeggen, hij doet maar één ding en dan drie dingen noemen, weet je wel. Maar dat is aan zo'n fuck shit, weet je. Dan moet je ook... Dat is zo'n ding waar je dan een halve minuut aan denkt en denkt van ja, ik doe gewoon wat. En dat is echt oprecht gewoon, ik doe gewoon maar wat. En als ik het grappig vind, dan vind ik het leuk. En als ik een punt probeer te maken, dan doe ik dat. Maar ik heb niet het idee dat ik een study heb gedaan. Het is niet alsof ik 10 jaar lang kaaskoes heb bestudeerd en oh ja, dat gaan we dan doen. Of dat ik manners heb bekeken van oh ja, die doet dat. Allemaal niet. Het is best wel natuurlijk gegaan of zo. Waarom ik apart ben in die zin, is dat ik gewoon al een leven heb gehad voordat ik hier aan begon, weet je wel. En deze, heel veel boys zijn natuurlijk, en dat is lullig, maar dat is wel gewoon de realiteit. Die zijn gewoon nu nog dingen aan het ontdekken, weet je wel. Ik ben 6 jaar harddrugs verslaafd geweest voordat ik überhaupt een battle heb gedaan. Dus je hebt dan al bepaalde, dit vind ik van mezelf, ik ben oké met mezelf, ik ben cool, weet je wel. En dan ga je ook wedstrijdjes anders bekijken. Ik ben niet degene die excellent boos gaat opbellen als hij mij een laag cijfer geeft. Whatever man, weet je wel. Het is gewoon zijn moment en hij doet dingen en ik doe dingen. En het is allemaal cool. En aan het eind van de dag, een cijfer, wat doet het ertoe? Weet je, voor nu is het flex als je door kan naar de volgende ronde. Maar het is niet alsof wij nu nog bezig zijn met die ene battle. Weet je, Jason Bourne kreeg ook gewoon een beker. Terwijl hij waarschijnlijk heel erg baalde van die battle tegen Kaas. Weet je wel, op dat moment. Maar aan het einde, kijk hoe mensen nu over lijpen praten. Terry heeft hem... weet je wel? Dat is gewoon wel het ding van... aan het einde is kan je allebei winnen. Als je het juist weet te pakken. En ik wil niet winnen in een battle. Ik wil niet de jury winnen. Ik wil winnen op een manier van vooruitkomen, nieuwe dingen laten zien en... dit omzetten in iets wat ik leuk vind om te doen. Als ik eerlijk ben, heb ik af en toe wel een beetje... Als ik een soort van spijt zou moeten hebben, is het wel van... Ik heb een bepaalde trend gezet met jongens die niet snappen wat ik aan het doen was, maar het wel na gingen doen. En wat je dan krijgt, is boys die lijken alsof... Bijvoorbeeld Taser over Jeeves. Het lijkt alsof hij echt heel erg een hekel heeft aan die guy. En dus hij slaat compleet een plank mis, vind ik daar. Want je moet die afstand houden. En wat ik ervan vind is, denk ik, toen ik begon met rappen en ik ken heel veel Kaapverdianen, ik ken een hoop Antillianen en dat zijn allemaal boys die willen niet zien dat een of andere white boy hun na gaat doen. Zij willen fucked up shit horen gewoon, van oké, jij bent crazy ass dude, jij kan dingen zeggen die wij niet mogen zeggen, want anders, weet je wel, kijk naar Ismo. Als ik Ismo was geweest, had ik nu vastgezeten waarschijnlijk. Weet je wel, dat is wel de realiteit gewoon. Hij wordt gelijk, omdat hij een random lijn... Die lijn van, ik haat Joden nog meer dan de nazi's. Dat komt toch niet in de buurt van die shit die Keus en ik zeggen, weet je wel. Dat is toch onzin. Maar white privilege, weet je wel, that's the fucking shit. En dat heb ik dus ook met die young boys. Ik wil niet een light versie van mezelf zien. Ik wil een versie van jou zien en ik wil een versie zien die ik kan geloven. Want je moet ook een soort van beseffen van ben ik die man die dat kan. Elke battle die ik vanaf mijn Insano battle heb gedaan, misschien zelfs mijn Jeeves battle,
heb ik geaccepteerd, ik ga klappen krijgen. Dat was gewoon hoe ik die battle instapte. Hey, weet je, je ziet me ook op bepaalde momenten zie je een stap achteruit doen, omdat ik denk dan kan ik in ieder geval die eerste kan ik wegslaan, weet je wel. En dat als je nu naar die battle terug gaat kijken tegen Insano, tegen Noah, tegen Terry, ik heb gewoon elke keer daar een soort van, als ik echt een lijn drop, dan doe ik een stapje achteruit, omdat ik hem accepteer. Dus ik vind niet dat je alles mag zeggen, ik vind dat je de consequentie moet accepteren, weet je wel. En die boys doen aan de ene kant zich verschuilen achter, ja, je mag alles zeggen in een battle. Nee. Je mag alles zeggen en daarna klappen krijgen. Je mag alles zeggen en erachter komen wat ze over jou gaan zeggen, weet je wel. En als je dat niet kan accepteren, moet je misschien even bedenken dat dit niet is, weet je wel. Ja, mijn Noah battle. Ik denk dat het sowieso een van de tofste dingen waarom mensen battles kijken is, het kan fout gaan. Dat is gewoon het ding, weet je wel. Je ziet mensen van wij weten ook niet wat er gaat gebeuren. En ik ben ook geen control freak of zo. Dus ik vind de helft van mijn optreden wat ik ga geven, ik weet niet wat er voor de helft gaat gebeuren. En ik dacht wel dat hij iets ging doen. Maar als ik eerlijk ben, had dat niet zoveel met mij te maken. Hij had gewoon het idee dat iedereen tegen hem was. En dat is hoe hij ermee om heeft gegaan. Die jongen wilde daar niet zijn op dat moment. Hij dacht dat de jury tegen hem was, dat ik tegen hem was, dat de organisatie tegen hem was. En niet eens ik tegen hem was, maar dan is er ook nog zo'n kutventje die dat dan een beetje lekker gaat opstoken, weet je wel. Ik kan me goed voorstellen dat hij zoiets had van, hé, ik sta hier vrijwillig, fuck y'all, ik ga weg. Het ging niet om die lijn, volgens mij ging het echt niet om die lijn. Het had er niks mee te maken dat ex wel of niet. Ik denk niet dat hem dat echt geraakt heeft of dat hij daar een punt van probeerde te maken. Hij dacht gewoon, ik ga hier weg, fuck deze shit, weet je wel. En daarna ben ik hem nog tegengekomen en dat is prima, weet je wel. Het is niet alsof wij echt een haatverhouding hebben gehad. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik gewoon... Hij had op een gegeven moment het idee dat ik een hekel had aan hem. Of dat ik dingen had over hem. En dat is helemaal niet... Ik heb gewoon simpelweg met jou een gesprek gehad. Oké, Chris gaat tegen QC. Ik ben gewoon de line-up afgegaan. Wie staat het hoogst op dit moment? Die gaat tegen die, die gaat tegen die. Nou, wie is de volgende op het lijstje? Noah, dan doe maar hem dan. Zo is het letterlijk gegaan. Ik had geen idee wie die jongen was. En toen kwam al die shit naar boven. En wat het bij mij is, mensen denken dat ik een soort van informatie opzoek, maar het is andersom. Mensen weten dat ik iets met die informatie kan. Dus ik krijg random berichten van mensen. Hey, weet je wat je over hem moet zeggen? Ik hoorde dit en dit. Weet je wel? En op het moment dat ik in battle modus ben, wat kan je nog een keer halen? Oh ja, dat ruimt op, weet je wel? Dus dat is gewoon, ja... Hoe ik die battle in ben gegaan is best wel... Ik wist niet eens of die zou komen. Er werd een soort van... Die hele week was het al een situatie van... Ik kom wel, ik kom niet, ik kom wel. Ik ben ook gestopt met schrijven op een gegeven moment. Want ik ben meestal best wel laat met schrijven. Ook omdat ik hem soort van spontaan wil houden, weet je wel. Je wil niet je eigen fatu al grap al zat zijn... voordat je hem überhaupt gedropt hebt. Dat hoor je met die boys ook, weet je wel. Van, ik vind hem oprecht nog leuk als ik hem gooi. Want ik heb hem net verzonnen, weet je wel. Of een week daarvoor. Dus ik was even gestopt. En toen weer wel, toen weer niet. En toen uiteindelijk was hij toch wel gekomen. En ik had een paar lines die ik toen al geschrapt had. En over overleden dingen. Maar dat schiet dan in je hoofd en dan denk je van, ah, fuck die shit, weet je wel, ik ga niet weer dat doen. En ik dacht dat het in de tweede ronde zou ontploffen. Dat dacht ik. En mijn derde ronde... Als dat niet zou gebeuren, dan was mijn derde ronde was echt, dat wordt afgelopen geweest. Ja, het is lastig om... Kijk, je wil niet nu dingen gaan zeggen en dan... Ik wil niet die battle nu... Oh, ik ga het toch nog lekker zeggen, weet je wel? Ik vind dat zou een beetje flauw zijn, weet je wel? Als je een battle cancelt, want dat heeft hij eigenlijk gedaan... wil ik niet iemand nog een trap nageven, weet je wel? Het is gebeurd en... Maar één angle kan ik wel vertellen en dat is gewoon... Wat hij veel doet is, hey, ik weet niet, maar die boys van mij zijn goons. En dat is waar, blijkbaar. En als je dat tegen mij zegt, want je mag het daar niet over hebben, dan is dat exact wat ik ga doen. Weet je wel? Want dat is een soort van die acceptatie die ik dan heb van, hey, ik ga dat gewoon doen. En je ziet maar wat je ermee doet. En het was niet eens heel heftig. Het was gewoon voor dat moment heel heftig. Omdat je een bepaalde build-up hebt en... Kijk, alles is flauw en alles is kut als iemand het niet kan uitspreken en die timing niet kan hebben, weet je wel. En ik wist dat die battle een bepaalde spanning zou hebben, dus ik heb hem puur daarop geschreven. En
dat is uiteindelijk denk ik hoe... Hij is eerder afgelopen dan ik dacht. Maar ik dacht dat die tweede, daar ging ik hem ook nadoen in dat stukje. In die recap kwam het niet echt lekker uit de verf, want ik had nog meer in mijn hoofd. Maar dat, vanuit daarna werd het naar. Dan werd het echt, ik ga even vervelend doen tegen jou. Ook gewoon over, weet je wel, de dingen die die week in, op alle manieren op social media naar mij zijn gestuurd. Want ik was hem wel een beetje zat, moet ik zeggen. Weet je, oh, als je gewoon je Twitter opent en je hebt 200 berichten en er blijkt één iemand te zijn. Ja, misschien overdrijf ik, maar zo'n soort van gevoel had ik van, yo, chill man. Ik ben niks, ik ben helemaal niet een soort van de hele tijd met jou bezig. Echt niet. Maar dat zijn ook rappers, weet je wel. En ik snap die paranoia ook wel, want je hebt die shit ook wel. Van ik heb dat ook wel, dat ik denk, oh, hij heeft het over mij, of hij heeft het over mij. En dan, op een gegeven moment moet je dat gewoon loslaten. Want het is onzin. En wat ik daar aan toe wil voegen is gewoon de angst voor wat iemand kan zeggen is erger dan het ding zelf. Weet je wel, ik heb best wel een moment dat ik dacht van, oh wacht, als ze iets nu over mijn mams gaan zeggen, dan ga ik los. En op het moment dat ik daar stond, dacht ik van, lul jij nou man. Ik weet niet hoe jij dit, hoe jij soort van, dit is gewoon op geen enkele manier waar. Dit is echt belachelijk, weet je wel. Dus... Maar boys zijn zo bang voor dingen die mensen kunnen zeggen en dit en dat. Je moet gewoon scheid eraan hebben. En je moet het ook zeker niet in een rebuttal proberen te flippen of zo. Laat het gewoon gaan. Ik ga jou echt niet jouw fucking shit nog een keer herhalen. Want dat is wat je doet als je erop gaat reageren. Je geeft het meer waarheid, weet je wel. Je moet niet een soort van, oh, en die info over mij. Nee, want die shit is niet waar. Dus nu doe ik net alsof mensen denken, weet je, nu geef ik mensen het idee dat die shit waar is. En of het wel of niet waar is, ik denk dat alles is waar. Weet je, als jij thuis zit en jij denkt dat ik dansleraar ben, als jij thuis zit en je denkt dat ik elke battle keistrak daar staat, geloof je dat toch lekker, weet je? Als dat helpt voor jou om van die battle te genieten, weet je wel, als je deze shit kijkt en je denkt, wow, die gast is echt eraan. Ja, dat is jouw waarheid, man. Doe lekker, weet je wel. Dat is prima. I really don't give a fuck, echt niet. Behalve mij, wie kans maakt, is... Als je het puur qua level bekijkt, zijn het Waldo en Keus. En daar eindigt het. Maar ik moet zeggen dat dingen altijd raar lopen. En dat wij alle drie, zowel Waldo, ik als Keus, hebben een heel groot nadeel. En dat is dat mensen, wij moeten harder werken voor dezelfde lach. Iemand die als ik nu tegen Toonchi 10 grappen dropt en hij dropt er 2. Maar die harder zijn dan dat hij ooit heeft gedaan. Dan lijkt het, want ten opzichte van hoe die eerst was, is die gegroeid. Dus dat is een ding waar we alle drie tegenaan kunnen lopen. En iemand als Noozy die dan tegen Keus moet, die is aan de come-up en die heeft die gunfactor. En ik vind dat hij hem niet kan winnen. Ik vind dat als je gewoon eerlijk bent en je gaat gewoon kijken naar wat is iemand zijn potentie, wat is iemand zijn delivery, wat is iemand zijn rijmschema's, dan gaat hij dat gewoon niet redden. Maar op het moment dat het publiek daar staat, kan de beste situatie zijn van fuck you, we gaan voor Noozy met z'n allen, fuck Keus, weet je wel? Ga ik een menace poelen? Ik denk dat battle rap geen eindstation is. En op een gegeven moment zijn er zoveel dingen die je kan verliezen. Dus ik denk dat dit sowieso de eerste en de laatste keer is dat ik een toernooi ga doen. En een losse battle. Ik denk niet dat ik iemand ben die het zo zat is dat hij hem nooit meer zou doen. Of dat hij gaat verdwijnen op die manier, weet je wel. En ik ben ook niet heel erg bang voor, als dan mijn tape uit is, dat mensen daar dingen over gaan zeggen of zo. Want ik ben best wel straight wat dat betreft. Het is niet alsof je van mij dingen... Oh, die ene keer dat je die guy toen daar gezoomd had of geneukt, whatever, dat soort onzin. Ten eerste ben ik daar niet vatbaar voor. Ten tweede kan ik me niet bedenken dat er iets bestaat wat is gebeurd dat zou kunnen zijn. En dat zorgt er dus voor dat je best wel easygoing een battle in kan stappen. Dus ik denk dat het heel erg afhangt van wat er nog bij gaat komen. En het liefst ben ik gewoon de nummer 5 in een hele dikke league dan de nummer 1 in een mindere league. En zo zie ik het wel echt. Dus als het platform blijft groeien, wil ik mee blijven groeien. Ik ben competitief genoeg om, zodra ik, toen ik Giant zag, dacht ik, oké, laat me deze man even aanpakken een keer, weet je wel. Aan de andere kant dacht ik ook, tof, heel dope dat hij erbij is. Maar het is toch, je bent toch tegen elkaar, dus je wil toch elke keer laten zien van,
ik kan die nieuwe guy wel even aanpakken. Ik vond van de audities die toen gehouden zijn, dus de afgelopen audities, vond ik hem de enige waarvan ik dacht, wauw. Dat was echt, hij was de enige die met zoveel stijl al binnenkwam en met zoveel, eigenlijk zo weinig minpunten, weet je wel. Het was geen potentie bij hem. Het was gewoon, ik ben hier, weet je wel. Hij kan beter worden, maar dat is iets anders. En dat vond ik heel tof om te zien. En ik vind het ook heel tof dat bijvoorbeeld een grote guy ervoor kiest om met grappen te komen in plaats van... Hij had ook de bully kunnen spelen, had hij makkelijk gekund, weet je wel. Zonnebril op, boos kijken, wat is er dan? Ja, ja, hij zet zich een soort van neer als underdog. Van ja, klaar, doe maar. En ik hou van die kleine dingen, weet je. Cooper had gecanceld en het volgende event gaan ze toch tegen elkaar. En gewoon alleen die ene lijn, Ewa Cooper, eventje geskipt hè. Partypoeper. Dat vind ik mooi, weet je wel. Niemand reageerde erop, maar ik ging helemaal stuk om die. Toontje, young boy. Dope. Ik vind het een sympathieke jongen. Dat is een ding. Hij is iemand die als je met hem praat, dan denk je van, het moet nog allemaal een beetje komen, maar ik gun het voor jou wel, man. Ik vind het wel, ik hoop, tot nu toe hebben eigenlijk al mijn tegenstanders hun best gedaan en zijn beter gaan battelen dan dat ze daarvoor waren. Echt bij sommigen super veel beter. Tja. En ik hoop hetzelfde ding te hebben van Toontje. En ik heb ook tegen hem gezegd van de enige manier waarop je me echt gaat disrespect is als je gaat choken en kut gaat lopen doen. Dan word ik echt neidig, man. Je gaat deze shit niet van me verpesten, weet je wel. Je gaat gewoon flawless komen en je gaat hard komen. Want dat is wel... anders gaat niemand die battle terugkijken. En dat is wat mensen ook vergeten van die Insano battle. Die kijk je nog een keer omdat die andere fucking nice kon. Omdat die goed is. Omdat die heel veel dingen kan. En omdat het enige wat ik goed doe is weten wat hij doet. En daar soort van de... hij doet heel veel. Dus ik doe heel weinig, weet je wel. En als ik Toontje was, zou ik dat iets proberen. Dat je in ieder geval meekomt. En het zou echt heel tof zijn als hij gewoon dat level meepakt. Maar ik denk het niet. Ja, nee, maar dat is gewoon wel ook de waarheid of zo, weet je wel. Als ik naar mijn eigen groei kijk of naar die van andere jongens, dan heb je wel een groei doorgemaakt, maar niet zo'n vreselijk grote. Het is niet alsof mijn eerste battle nep was. En... die van hem wel. Ja, maar hij zegt ook van ik weet niet wat de fuck ik aan het doen was, weet je wel. En dat mag ook, maar ja, lastig. Het kan ook best zijn dat mensen zoiets hebben van we gaan zo hypen op de underdog en alles wat hij zegt gaan we los op, weet je wel. Het Vito effect. Dat is, het zou niet de eerste keer zijn dat dat gebeurd is of zo, weet je wel. Dat je achteraf denkt van nee, hoe dan? Hoe zijn we hier zo los op gegaan? Ja, ja, het ding bij Toontje is dat ik hem moet gaan introduceren. Zeg maar. En dat is ook iets van, als mensen iemand al kennen, ik kan niet gaan refereren aan een battle van hem. Niemand kijkt die shit. Ja, dat is een soort van, je moet er wel gewoon van uitgaan van al die dingen die hij gaat zeggen. Is een beetje wat Terry ook heel slim tegen mij heeft gedaan. Hij heeft gewoon remixes gemaakt van lines van mij. En daar is een hele tweede ronde mee volgetrapt. En iedereen die vrat het op, want iedereen heeft die battle gezien. Iedereen heeft de Insano battle gezien en de Noah G. Dus je weet meteen, weet je wel, dus je bent al de helft van je tijd heb je gewonnen omdat je niks hoeft te introduceren. En bij hem zal ik dus iets moeten verzinnen. En... ik denk dat ik wel op dezelfde tour ga die ik tegen Crazy S heb ingezet. Ik heb al bewezen dat ik harder en grover ben dan iedereen, weet je wel. Waarom zou ik dat nog doen? En dat heeft ook allemaal nadelen. Voor mij ook, weet je wel. Ga je omwille van een paar hardcore fans die dol zijn op horrorverhalen en kankergrappen. Ga je daardoor je hele soort van eigen ding daarop aanpassen. Ik heb er niet zo'n zin in. Maar het gaat wel leuk worden, weet je wel. Het gaat wel gewoon, ik ga wel... Kijk, al die boys
die doen alsof zij gegroeid zijn en alsof ik stil heb gezeten. Maar dat is, ik ben een veel betere rapper, ik ben een veel betere rijmer. Dus ik kan nu ook boys eruit gaan stylen en opeens een soort van... Weet je kan een andere houding aannemen en je kan op een andere manier laten merken dat je, wat ik tegen Crazy deed, was niet eens verbaal, was gewoon ook fysiek laten zien van hé, hey, ik ben op dit moment op jou neer aan het praten. Het maakt niet uit wat je zegt, het lijkt dan al van hé, hey, ik weet niet wie, weet je, als je het niet zou verstaan zou je denken van hij is aan het winnen. Dat is puur wat er gebeurt, weet je wel, en hoe meer ervaring je erin wordt, hoe meer je dat kan gaan doen. Ik ben nog niet begonnen, ik merk dat het dat echt... Sowieso begin ik altijd laat en ik moet nog wat laatste dingen. Ik heb maandag een clip, dus even die finishen en dan kan ik daarin. Ik heb echt gemerkt dat je niet dingen door elkaar moet gaan doen. Gewoon dit afmaken, dan is die mixtape af, kan ik dat gaan regelen en dat gaat dan voor de rest wel. Die boys zijn aan het mixen en dan ga ik die battle shit doen. Maar echt, zeg maar. Dus ik heb ook voor de rest bijna niks te doen tot aan 25 juni. Ja, die mixtape is wel, het is wel de bedoeling dat het ding elkaar gaat versterken natuurlijk, weet je wel. Daarom heb ik hem bewust nu gefinished, dat het ding gecombineerd kan worden en dat je overal je naam gaat... Ja, je hebt gewoon, wat je gaat doen is je zoekt zoveel mogelijk momenten om je naam te kunnen roepen, weet je wel. En dat is gewoon, hey, ik ben er weer, ik ben er weer. Oh ja, ik ben hier, ik doe dat ook. Hey, hey, hallo, weet je wel. En ik denk dat het tof is voor mensen om te zien dat er meer is of zo. En dat je meer kan doen. En er staan ook wel wat dingen op waar... ik ben niet bang voor om mijn leven te laten zien. Vanaf mijn eerste battle heb ik gewoon dingen verteld. En jongens dachten dat een voordeel was. Dus die gingen alleen maar een soort van junkie shit gooien. I don't give a fuck. En het publiek geeft geen fok als jij daar staat van ja, nou en. Weet je wel? En waarom zou ik het ontkennen? Waarom zou ik... Dat is mijn leven of zo. Er is niet een soort van... parallel leven wat ik had moeten leiden. Dit is het gewoon, weet je wel. Dat is het accepteren daarvan. Dus er staan wat dingen op, maar ik ga totaal niet mijn leven aanpassen op battle rap. Fuck dat, weet je wel. Als jij dingen van mij wil weten, als jij vindt dat ik hier of daar de mist in ga, gooi het op. Zeg maar wat je wil. Ik denk dat Keuze Noozy heel tof gaat worden. Dat is echt een battle waar ik naar uitkijk. Ook omdat Noozy nu echt moet. Hij heeft een beetje gas gehad van mensen, omdat hij lekker ging. Maar ook omdat de boys afwezig waren, weet je wel. Dat is ook van ja, je kan wel een soort van tof doen, maar de top is weg. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat gebeuren als je opeens wel tegenstand gaat krijgen. Want die dingetjes, die stumbles, en dat moet je bij Keus niet doen. Keus die heeft ooit één keer in zijn leven gechoked en dat was geen idee waarom, weet je wel, want dat doet hij nooit. En dat gaat hij ook niet meer doen. Dus dat is gewoon een stabiele Terry, noemt Sensei hem. Weet je wel? Hij is gewoon... Er is een level wat hij haalt en daar gaat hij nooit onder. En als Noozy dat niet gaat redden... met stumbles en met chokes en zo, dan is het fucked. Waldo Chopper lijkt me heel tof. Ik hoop dat Chopper meer van zichzelf laat zien. Want Chopper de persoon is indrukwekkender dan Chopper de battle rapper die ik afgelopen tijd heb gezien. En als hij dat durft, als hij gewoon, hoe hij in recaps is of hoe hij in het echt is, als hij op een event is, als hij daarvan iets durft te laten zien, dan kan het heel spannend worden. Maar als hij puur op zijn ik ben een boze Turk vibe gaat, dan slacht Waldo hem af, want dat is de perfecte persoon om daarmee om te gaan, weet je wel. Die kan al die soort van agressiviteit kan die draaien, weet je wel. Dus dat is het ding. Maar Waldo heeft natuurlijk ook een heel groot nadeel dat hij een stabiele rapper is die niet meer verbaast omdat hij zoveel gedaan heeft al. En hij mist af en toe die spanning daardoor. Dus daardoor kan het best wel moeilijk worden, weet je wel. Ik zeg twee keer daardoor. Of ik graag naar battles kijk. Ik word graag verrast en ik ben in eerste instantie meer bezig met het hele ding laten groeien dan per se ik. Dus op het moment dat ik kan kiezen tussen dit hele ding gaat beter bekeken worden of ik ga twee keer zoveel bekeken worden, dan zou ik dat eerste kiezen. Omdat ik denk dat je daar aan het einde een stuk meer mee hebt. Maar ik moet zeggen dat ik doe heel erg mijn best, maar heel veel is ook heel erg slecht op dit moment. En heel veel van de oude dingen van Punch-Out, waar iedereen nostalgisch over is, die zijn ook best wel slecht.
En nu doen mensen alsof dat de shit was toen, maar... Dat is dat laatste toernooi, dat was aan, weet je wel. Maar die dingen daartussendoor, jezus, wat een drama. Gewoon jongens die toneelstukjes staan op te voeren. En wanneer de ander aan de beurt is, doen ze zo een stapje achteruit, net als bij de basisschool, weet je wel. Ik heb net mijn shit gezegd, nou mag jij. En dat is, dat, ik geloof het gewoon al meteen niet. Hoe ga je vanaf een afstand iemand bedreigen? Ik ga nu toch, op het moment dat ik nu jou wil bedreigen, dan ga ik toch niet een soort van... weet je wel, dat is toch raar? En op dat soort dingen kik ik af. En daarbij is het gewoon het allerbelangrijkste voor mij, de vorm is veel belangrijker dan wat je zegt. Dus klopt het ding wat je doet met hoe ik jou zie? En hou je dat dicht bij jezelf? Ik denk dat je als blanke jongen die op de HAVO zit en in... whatever, Den Bosch woont, dan moet je je afvragen, ga ik nu met een gambar ding wegkomen? Ga ik iemand intimideren? Ga ik boos praten? Weet je hoort die boys ook af en toe schrikken van zichzelf. Dat ze, hé, dan kom ik daar! Van what the fuck? Maar dan, hoe moet ik jou geloven als jij jezelf niet gelooft? Snap je? Van dat, daar houdt het voor mij al gewoon op. Van ja, jij gelooft jezelf niet. De eerste die ik ga noemen is wel Sensei. Gewoon de laatste van Sensei tegen Triple. Dat is gewoon een dodelijke bodybag van iemand die snapt dat je eigenlijk de, hij heeft op geen enkele manier heeft hij hoeven in te leveren. Dus de rijm klopte, de punchlines klopte, de intonatie klopte. Dus je hebt nergens het gevoel van oh, de bars zijn hard, maar dit mis ik of dat. En ik denk dat is een soort van complete MC wat je daar ziet. Mijn favoriete battle van vroeger. Dat was Terry tegen Vitaal. Dat is een soort van de eerste battle waarvan ik dacht, ja, ik vind Pancha toch wel tof. Ik had best wel slechte dingen gezien. Maar toen ik Terry tegen Vitaal zag, en ik refereer er ook een paar keer in, want ik ben echt fan van die battle. Als jij een soort van nog nooit als iemand nog nooit een battle heeft gezien, dan kan je die gewoon opzetten zonder iets te introduceren. Je hoeft helemaal niks te vertellen. En dat is wat allebei die jongens heel goed doen. En vooral Terry kan heel goed een soort van, al ken je Vitaal niet, aan het eind van die battle denk je, oh... Hij is die pipa pizza guy, weet je wel. Hij doet dat zo perfect. Dus die. En de, denk ik... wat vond ik nou... Ik vond Keus tegen Killer Krop vond ik een hele toffe. Maar dat is wel een eenzijdige battle. Maar ik vind dat dat ook een battle is waarin je laat zien... Dat al die... Kijk, heel veel boys waren toen bezig met een bepaalde regeltjes. En ze hebben ook allemaal dingen uit Amerika gejat, weet je wel. Top tier. En een haymaker. En bars. En gun bars. En bla bla. En de keuze komt gewoon van... Hey, iedereen die dat doet, jullie zijn al een bunch of fucking nerds. Want jullie zijn gewoon nerds, weet je wel. En ik ga jou gewoon vertellen. Het maakt mij niet uit wat je van mij vindt. En dit vind ik van jou. Doe ermee wat je wil. En dat werkt perfect. En hij weet precies waar hij je moet oppikken. En wat je daarvan kan leren, is dat je gewoon minder moet doen. Niet gaan oefenen hoe ik hem zo ga gooien. Of hoe ga... Nee, laat het gaan. Breng het rustig. En niet zo, fok jezelf niet zoveel op. Wat voor mij het ding is dat ik als je erover nadenkt, ik heb nog alleen maar old gen guys gebattled. Dit wordt de eerste keer dat ik een next gen battle doe. En dat vergeten mensen ook wel eens. Dus er wordt vaak door een hoop oude veteranen gedaan alsof het soort van... Ja, je bent nu goed, maar met de rest van die oude boys kan je niet mee. En geloof me, weet je wel, kom maar allemaal. En ze zitten nu op de apenrots lekker tussen te roepen. En ik snap het wel, want je krijgt gewoon meer waardering als je stopt en terugkomt of niet terugkomt... dan wanneer je Waldo of Jeeves heet en je gaat gewoon aan een stuk door. Weet je wel, ik denk dat mensen Waldo een stuk toffer zouden vinden als hij niet meer mee zou doen. Dan zou iedereen roepen om Waldo. Als samen met Killer, samen met Jason Bourne, samen met, weet je wel. En als ik nu die battles terugkijk, natuurlijk zijn die jongens ook gegroeid. Maar het is een ander dingetje geworden, weet je wel. Mensen zijn niet meer zo snel onder de indruk van een rijmwoord met je moeder en je zusje. Je moet net even iets meer doen. Toontje oefenen. Je moet... Luister, kleine jongen. Nee, doe je best en bedenk gewoon dat mensen heel veel van mij gaan verwachten en niet van jou. Dus je kan alleen maar winnen op dit moment, weet je wel. Op het moment dat je van mij verliest, heb je gewonnen. Op het moment dat je van mij wint, ben je een motherfucking killer. Dus relaxed, weet je wel.
relaxed, weet je wel. Dat is heel erg... gewoon chill. Dat is alles. Dus 25 juni. Je kan nu kaart in de voorverkoop halen. En achtste finale komen denk ik wel wat toffe matches aan. En boys kunnen nu uit de league gewoept worden. Dus ik verwacht dat iedereen heavy gaat komen. En ik ga oké komen. Ik ga wel wat leuks doen, denk ik. I'm back, motherfucker!